Ik dacht meteen, verbaast me eigenlijk helemaal niets. Mm. En als ik eerlijk ben, voel ik me vooral best wel schuldig over dat ik dat niet eerder gewoon toegegeven heb aan mezelf. Komt dat eigenlijk in een van jouw boeken nog terug? Huidpijn zit een zus, dat schreef ik toen zij net uit de laatste kliniek was. Ja. Ik was er op een gegeven moment echt zo klaar mee. Ja, dat ik hoef daar niks meer over te horen, ik wil het niet zien. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag heb ik een bijzondere gast, Saskia Noord. Fijn dat je hier bent. Fijn om hier te zijn. Welkom. En ja, Saskia Noord, wie, als je er niet kent, dan moet je echt even achter je oren krabben. Want het is een van de meest succesvolle auteurs in Nederland. Ja, zoveel boeken. De Eetclub, Nieuwe Buren, De Nazaten onlangs. En je eerste boek, Terug naar de Kust. Ja. Gelijk een bestseller. Ja. Ik zag even op Wikipedia, maar dat was al 2016... dat je 2,7 miljoen boeken in totaal verkocht. Maar dat was 2016. Ja, dus zitten we denk ik wel op 3,5, zoiets ongeveer. Ja. Nou, dat is het een waanzinnig aantal. Dus nou, super bijzonder dat je hier ook dan bent vandaag. Maar we gaan het natuurlijk hebben in deze podcast over verslaving en wat dat inhoudt en wat voor een rol dat in jouw leven heeft gespeeld. Nou, je zus, jouw zus was ook in deze podcast. Ja, die heeft hier al gezeten. Heeft hier ook gezeten. Ja. En als ik het gewoon algemeen aan jou vraag, wat betekent verslaving? Wat heeft het in jouw leven voor een rol gespeeld? Ik moet even graven. Want zij is nu 7 of 8 jaar clean. Ja. Dat heeft wel heel erg lang geduurd. Dus het heeft wel. Ik denk dat verslaving in mijn hele familie een grote rol heeft gespeeld. En misschien nog wel speelt. Het is een soort. Zelfs nu, als 7, 8 jaar clean is, gaat het er nog heel vaak over. Ja. En. Is iedereen, je bent toch altijd wel op de een of andere manier mee bezig. En jouw zus was dan zeg maar degene met de verslaving. Hè? Mm-hmm. En ken jij het zelf ook van mensen om jou heen, uit je jeugd of uit jouw leven, dat je het vaker bent tegengekomen? Sowieso uit mijn jeugd was het een heel. Ik kom uit de jaren 80. Iedereen ging uit al op zijn 14e. En naast alcohol ging natuurlijk ook, werd er ook ineens, kwam drugs ineens, mm-hmm. werd een enorm ding. Dus ik heb wel veel vrienden van toen zien. Dat is de hond. Ja, de hond die af en toe een hond horen en zien, dan is dat zo. Wat was dat toen? Heroïne? Ja. Ja. En dat was ook een heel spannend en eng iets. Want mm-hmm. had ik Christiane F. Ja. Dus ik dacht al meteen na het zien van die film was ik 12 of zo. Je was gelijk klaar. Ja, ja. Nee, dat was voor mij echt nooit drugs. Nee. Never. Nee, en dat was eigenlijk jouw. Jij bent dan van het verstandige type. Terwijl, als ik dat mag zeggen, ik kan me herinneren dat volgens mij Marieke zei van dat jij ook wel, dat ze eigenlijk het brave meisje was. En dat jij meer type was van gewoon uitgaan, dingen doen. En, ja. Maar toch heel verstandig en nooit. Ik ging wel uit en ik dronk ook. Het was ook nog niet de periode waarin je dacht, drank is ook een heel gevaarlijke verslavingsmiddel. Drugs. Maar aan drugs wilde ik echt absoluut niet beginnen. Ja. Door die film eigenlijk. Ja. Nou ja, goed, dan heeft dat bij jou. Dus dat werkte wel. Preventief gewerkt. Ja. Ja. Nou goed, en dan gewoon drank en periodes. Ja. Maar later ben je gewoon je leven gaan leiden. Ja. En als we dan komen bij jouw zus, die raakte in een verslaving. Mm-hmm. Wanneer merkte je dat? Wanneer merkte jij daar iets van? Dat het bij haar wel iets anders was dan normaal, zeg maar. Nou, het was eigenlijk het eerste keer dat we iets merkten, was zij begin 20. En toen gaf ze een feest, was afgestudeerd of zo. En daar zag ik wel, omdat ik ging veel uit. Ik woonde in Utrecht en ik herkende wel een beetje. Je had natuurlijk de house en dance. Ja. En dan, we hadden het altijd over nachtvlinders, een bepaald type. Die er 's nachts heel goed uitzien en overdag iets minder. Dat soort mensen liepen op dat feest. En er was een soort vibe dat ik dacht, dit is niet gezond. Niet fris. Nee. Nee.
Het was ook in de periode dat ik zelf nog echt heel bang was voor drugs. En echt, dus het is toen ook niet echt besproken of zo. Mm. Het was ook wel een beetje een taboe ding. Want ik heb het gevoel, later hoorde ik het ook wel van mijn moeder vooral. Die had het ook door. Ja. Ja, ja, dus, maar goed, het was een maar soort... we gingen niet op zondagochtend zeggen, joh, wat was dat en hoe zit dat eigenlijk? Nee. Ik was ook vaak ziek, moe, bleef in bed liggen, ja. Niet te bereiken. Ik hoorde later van een huisgenoot van haar, het ook een vriendinnetje is, dat ze heel vaak haar werk afbelde. Maar dat zijn allemaal dingen die wij toen niet echt wisten, hoewel we ze toch wel ook wel wisten. Ja, maar ja, je weet niet, tenzij het echt... kent en herkent en erkent dat je weet waar je mee te maken hebt. Dan denk je, nou, misschien zit je niet lekker in de vel. Ja. He, dat denk ik natuurlijk heel veel. Want jij bent eigenlijk, als je een zus bent, ben je ook een naaste van iemand met een verslaving. En dat blijft natuurlijk ook zo. Ja. Maar die mensen die met uitzonderingen daar gelaten, weten heel vaak niet waar je mee te maken hebt. Hè? Dus dat was voor jou ook zo. En was jouw contact met jouw zus goed toen? Hadden jullie veel contact of af en toe? We hadden veel contact en dat werd wel wat minder. En als ik terugkijk, denk ik dat dat ook daarmee te maken had. Tuurlijk. Omdat ik toch... Nou ja, maar als ik terugkijk, wat ik met meer mensen heb meegemaakt die verslaafd zijn of blijken. Mm-hmm. Je gaat je niet meer veilig voelen in hun omgeving. Mm. Dat er ieder moment of een ruzie, of iemand gaat nooit meer naar huis, of je moet mee naar iets waar je geen zin in hebt. Of het wordt heel... Het vertrouwen verdwijnt een beetje. En dan ga je iemand toch een beetje ontwijken. Ja, dus dat gewoon dat hele comfortabel voelen, in dit geval met je zus. Ja. Dat ging er komt er een soort ongemakkelijkheid bij. Ik had inmiddels kinderen en getrouwd en werken. Ja, dan heb je niet zo'n behoefte aan... Nee, gedoe. Dat soort... Ja, wat toen nog helemaal niet labelde als een verslaving. Maar meer inderdaad van heftig en intens en... Mm. Kon nooit eens met een uurtje. Het was altijd... Of het was drama. Dat soort dingen. Ja, maar ja, dat is natuurlijk... Wat die verslaving, die uitzicht natuurlijk vooral in heel veel symptomen qua gedrag inderdaad. Hè. De sfeer, het gedoe, afzeggen, onberekenbaar. Maar goed, dan begint dat ergens. Dan was het 20, zeg je. En... Hoe ging dat verder voor jou? Begon je zorgen te maken of begon je eigenlijk wat afstand te nemen? Dat kan natuurlijk ik begon denk ik afstand te nemen. Ik zag ook wel dat mijn ouders zich wel zorgen gingen maken. Dus, en dat vond ik eigenlijk ook af en toe irritant. Mm. Ik dacht, jeetje, gaat het altijd maar over hoe is het met Marieke? Ja. In wat voor stemming, wat is haar... dat beheerste ook wel een beetje het hele gezin. Dus dat ik ging dat een beetje uit de weg. Ik had ook geen zin in daar allemaal moeilijke gesprekken over. En ik was ook een beetje klaar met dat het, als ik bij mijn ouders was, dat 3 uur over Marieke praten. Ja, over je zus. Ja, maar dit is zo herkenbaar. In het werk wat ik doe, die families helpen, is dat het onderwerp is natuurlijk altijd degene waar het niet mee gaat, die de problemen heeft. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen als je als zus of broer of ander familielid, vooral de zus of de broer, die zich dan gaan terugtrekken. En heb je ook wel eens gevoeld van... hallo, ik ben er ook nog? Ik heb dat wel eens gevoeld, ja. Ik heb dat... toen het met mij ging het gewoon altijd wel goed. En ik was inderdaad die verstandige. En heel erg... moet ik nog steeds voor oppassen. Dat ik niet denk van... Nou, ik ben wel een soort wallpaper. Ik ga wel... Ja, luisteren. Gaat, en af en toe heb ik een mening, maar ik ga lekker mijn eigen gang. Maar naarmate natuurlijk, het werd natuurlijk erger, zoals alle verslavingen. Ja. Dus op een gegeven moment... mijn moeder wilde heel graag dat wij echt hele hechte zussen waren, omdat zij dat is met haar zus. Ja. Ja, en ik dacht, ja, dat heb ik gewoon niet. Omdat ik, als ik dat zou hebben, dan zou ik ook de hele dag met haar bezig moeten zijn. Ja. En daar heb ik niet zo'n zin in. Maar je had ook dat gedoe had je geen zin in. Dus waar zij in zat. Ja, maar ik wist toch echt helemaal nog niks van. Bijvoorbeeld dingen als cocaïne of zo. Nee. En zelfs met alcohol dacht ik niet, die is... Het gaat te ver. Nee. Ja, misschien was een avond uit en dan was ze... Ik had het toch helemaal niet zo in de peiling. Tot ik haar een keer, dat ze meeging naar Ibiza met mij en vriendinnen. En ik zag...
toen zag ik het meteen. De avond één. Ik ga namelijk zelf best wel veel uit. En ja. Ik hou ook wel van een nacht naar een club en house muziek. En mijn vriendinnen ook. Maar je kan wel meteen het verschil zien tussen iemand die denkt om 3:15 van nou, het was leuk. Zullen we thuis nog een kopje thee drinken? Ja. Of iemand die denkt, we gaan nu beginnen. En ik kom voorlopig niet meer terug. Nee. En jouw zus viel in die laatste categorie. Ja, ja. Die was ook meteen 1,5 dag zoek. Jeetje. Maar ze was 1,5 dag weg. En ja, irritant, zei je ook. Vervelend. En, het was natuurlijk ook wel steeds gedoe, hè, en zorgen. En, of had je meer irritatie of meer zorgen eigenlijk? Nou, dat was eerst irritatie. En dat werd natuurlijk steeds meer zorgen. Want het, ja, uiteindelijk heeft ze zelf tegen mijn moeder gezegd dat ze verslaafd was aan cocaïne. Hmm. En was mijn moeder natuurlijk heel erg van geschrokken en vertelde mij dat. En dat, ik dacht meteen, ja, verbaast me eigenlijk helemaal niets. Mm-hmm. En als ik eerlijk ben, voel ik me vooral best wel schuldig over dat ik dat niet eerder gewoon toegegeven heb aan mezelf. Maar het verbaasde me echt niet. Ik dacht meteen, ja, nee, dat wist ik eigenlijk al. Het kwartje viel op zijn plek, zeg maar. Je herkende het, ja. 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 Maar werd je dan, was dan je primaire reactie toch ook een soort boosheid? Want ik weet, bijvoorbeeld mijn broer is heel lang ook altijd boos geweest op mij van, ja, René weer, en dit weer, een familie oversturen, ja. En flikt hij nou weer? Ja, ja, dat kwam vooral daarna ook, die boosheid. Ik merkte dat zij ging zich ook achteraf in haar gebruik heel erg tegen mij afzetten. Want ik had natuurlijk die carrière die in één keer begon en... Ja, dat was het begin van jouw succesvolle... Ja. Je schreef al columns en dat soort dingen. Toen ben je eerste boek gaan schrijven. Was dat ongeveer diezelfde tijd? Ja, niet bij mijn eerste boek, hoor. Wel pas iets later. Okay. Maar goed, ze was toen wel al natuurlijk drugs aan het gebruiken. Ja. En dat het uitkwam was later. Mm-hmm. En dat liep allemaal samen met mijn scheiding. En ik moet eerlijk bekennen dat mijn eerste gedachte was ook wel van... Oké, nou ja, goed. Ik zit dus in een scheiding. Er interesseert niemand ene moer. Ja. Want we gaan het weer. Want nu heeft zij weer wat. En dan moeten we daar weer allemaal mee bezig zijn. Dus dat heb ik wel zo gevoeld. Ja. Ja, maar dan word je toch... Klinkt dan een beetje misschien flauw, maar toch niet gezien en gehoord. Hè? En dit is het typisch verhaal van de broer of zus die in een gezin is... waar de ander verslaafd is. Ja. Ja. Ja, en dat heb ik wel zo ervaren, ja. Ja. En jij zei ook al, net een beetje zelf, jouw karakter is dan, ik ben een muurbloempje, trek me terug. Of ik ga dat niet aan. Nee, dat waarom eigenlijk niet? Ja, weet je, mijn ouders die waren zo aan het lijden hieronder, dat ik dacht, ik ga daar niet nog eens even nog iets bij gooien, hoe ik erin sta. Ja. Dus dat lijden van je ouders, dat was er wel eigenlijk al in de vorm van zorgen. En wat moeten we doen? En daar natuurlijk, dat zie je gebeuren. Hè. Mensen er constant mee bezig zijn. Vaak zijn ze nog meer mee bezig dan degene met de verslaving zelf. Ja, zeker. Want mijn ouders waren... Mijn moeder, zij zijn best wel... Als er iets een probleem is, dan wordt het meteen een soort obsessief. En heel donker en moeilijk en ingewikkeld. En dat... ik denk mijn zus er ook niet zoveel zin in had. En ik al helemaal niet. Dus dat probeer je dan de hele tijd te vergoeilijken. En ik zag gewoon mijn ouders naar de kloten gaan. Ja, dat is wel heftig, hè? Daar was ik op een gegeven moment wel heel kwaad over. Ik dacht, wat doe je pa en ma aan? Daar was ik echt... Dus ik merkte ook wel dat mijn gevoel voor haar ging afnemen. Ja. Nee, dat verandert of meer in boosheid ook. Ja, dat is, het is wel heftig, hè, hoe dat... Daarom noemt men het ook. En daarom is het ook een familieziekte. Ik vind het woord ziekte misschien niet altijd op zijn plaats. Maar het is gewoon een familiegebeurtenis tussen aanhalingstekens. Ja. Dat iedereen, dus één iemand heeft dat probleem. Maar de rest heeft ook gelijk dat probleem. Hè? En ik zeg, het is net een soort virus. Iedereen wordt aangestoken. Ja. He, dus... Ja, je wordt allemaal... er worden een aantal mensen niet gezien. In mijn familie zijn ze ook... Nou, dat is inmiddels allemaal veranderd, hoor. Maar heel goed met pappen en nat houden. Dus dat ik dacht, oké, er is dus een verslaving. Maar wat gaan we doen? We moeten naar een kliniek. Er moet dit gebeuren, dat gebeuren, interventies, whatever. Maar we gaan niet allemaal net doen of het niet zo is. Ja, en wat versta je onder pappen nat houden? Wat deden ze? Het vaak uit goede bedoeling. Niks, gewoon... Ja, praten en zorgen maken. En hopen... dat ze naar een kliniek gaat. Maar natuurlijk eerst is het heel erg zoeken naar...
Ja. Nou, ze kan het dan op eigen kracht. En dan is het, ja, misschien zijn er wel medicijnen voor. En dan ga je het op die manier proberen. En... eigenlijk zelf uit de dokter. Hè? En dat is een van de slechtste tips natuurlijk. Die mensen, hè, dat je het zelf probeert op te lossen. Het klinkt natuurlijk hartstikke goed. En je denkt ook met alle liefde. Of we gaan er heel zacht in. We gaan er heel hard in. Of wat voor manier dan ook. Maar dat werkt eigenlijk nooit. Hè, dat zelf proberen het is op te dokteren. Lossen. En ook de hele tijd iemands problemen oplossen. Ja. Schulden afbetalen, kinderen opvangen, excuses voor banen, nieuwe banen zoeken, helpen, studies doen, stimuleren, positief zijn. Ja, ja, volledig herkenbaar. Ja. Weet je, en het is net zoals degene van degene met de verslaving eigenlijk een heel voorspelbaar traject eigenlijk loopt, is dat voor de naaste ook altijd zo. Ik doe het werk al 8,5 jaar. Het is bijna echt 99,99% allemaal hetzelfde. Ja. Echt onvoorstelbaar. En jij bent je toch steeds daar meer boosheid, maar ook gaan terugtrekken? Of was je af en toe van, nou is het afgelopen, nou moet er wat gebeuren? Ja, dat heb ik ook wel af en toe gezegd. En dat gebeurde dan niet, dus trok ik me nog meer terug. Ik had gewoon ook mijn eigen shit. Ik had een scheiding. Ik ging naar Amsterdam verhuizen. Ik denk dat ik dat ook daarom heb gedaan. Toch wat uit de buurt te gaan? Ja, zeker. Ja? Ja. Afstand nemen, letterlijk. Ja, want ik woonde naast mijn ouders. Ik zat er dag en nacht in. Ja, dat is ook wel heftig. Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Want dan voel je helemaal de energie door de muren, de ellende, bij wijze van spreken. Ja. Ja, je zit in een dorp, dus je hoort ook wel eens weer wat van ook mensen in het dorp. Je loopt in Albert Heijn en dan is het... Heb je ook wel eens dan geschaamd, zeg maar, voor als je dan in het dorp liep? Dat je dacht, spreek mij niet aan over hoe gaat het met je zus of zo? Of was dat nog niet zo bekend? Dat de buren het was... ik weet niet of de verslaving bekend was, maar dat zij veel problemen had of gebruikte. Of dat weet men in het dorp vrij snel. Ja. En het gekke is, ik heb nooit zo voor dat soort dingen geschaamd. Mm. Dat is meer mijn ouders ding. En dat hield het ook heel lang in stand, die schaamte. Dat is natuurlijk, als je niet schaamt, dan herken je eerder dat er een probleem is dan als je de hele tijd gebukt gaat onder schaamte. En schaamte in dit geval dan bij je ouders. En kan je echt over hun praten. Maar schaamte is eigenlijk ook een soort ontkenning natuurlijk. Hè? Of een vorm van niet toch proberen van... het is er niet. Of we schamen ons ervoor. Ze niet erkennen van... we hebben gewoon een probleem waar we wat aan moeten doen. Dus handen uit de mouwen. Ja. Ja, ja. En hoe lang is dat zo doorgekabbeld, geklooid? Vrij lang hoor, want Marieke heeft ook wel in een paar keer in een kliniek gezeten. Ja. Ook in het buitenland. Dus op een gegeven moment was er wel een punt van dat bij haarzelf ook van ik moet er echt wat aan doen. Ja. En werd dat dan nog door jullie echt, dat jullie met z'n drieën soort van nu moet je echt... Nee, er was nog niet echt een interventie. De eerste keer heb ik haar ook weggebracht. Naar een kliniek. Een deel betaald. Ja. Wat iedereen zei dat je dat niet moet doen, maar dat heb ik wel gedaan. En dan... merkte ik ook wel echt een enorme boosheid bij mezelf als het weer bij af is. Ja, terugviel. Ja. En wat, ik weet niet of je dat nog weet, wat zei je dan bijvoorbeeld in zo'n auto als je haar naartoe brengt? Opbeurend, positief. Ja. Doe je best. Ja, zet hem op. En toen ging het ook nog helemaal niet over alcohol, toen ging het alleen nog maar over cocaïne. Ja. En dan krijg je natuurlijk, dat zie je ook overigens bij iedereen. Dan kom je de eerste keer eruit en dan is het, ik doe geen cocaïne meer, maar ik ga wel drinken. Gelukkig. Ja. Mag weer een wijntje. Ja. Ja, dat is dan niet een kliniek waar ze, zij heeft het niet goed opgepakt. Dat is een tijdje geleden. Maar Oké. Nee, dan ga je minderen. Ja, minderen. Ja. Ja, minderen werkt niet zo heel goed bij mensen met een verslaving. Nee. Zei hij cynisch. Dus dan wordt het stiekem. Ja. Ja, dus... daar kwam je dus toch weer achter dat ze geen cocaïne, maar dan was het dus drank. Ja. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei van... ik vind het wat zo gek. Iedereen mag maar naar een afkikkliniek. Of iedereen die verslaafd naar een afkikkliniek. Maar is er ook een opkikkliniek voor ons? Het werd mijn moeder heel boos. Want het is echt geen pretje. Dacht ik, nee, dat is ook niet wat ik bedoel. Maar meer... ja, eigenlijk zou je als familie... ja, maar je hebt wel een heel... heb je ook die begeleiding nodig? Je hebt zo'n sterk punt. Ik vind ook wel een heel... ik heb er nog nooit gehoord, een opkeerkliniek in plaats van een afkeerkliniek. Ja. Voor jullie inderdaad. Want jullie worden er gewoon uitzonderingen daar gelaten. Er zijn plekken waar het gelukkig wel gebeurt. Maar het wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Hè, dus wat echt vind ik een grote fout is, want het is gewoon per definitie een systeemprobleem, ja, een verslaving. Ja. Hè, dus wil je grotere kans van slagen, moet je de ouders, partners of wat dan ook daarbij trekken. Ja. Het liefst de kinderen ook nog. Ja. Als ze een bepaalde leeftijd hebben. Maar dat gebeurde dus bij jou niet. En ik weet wel, vroeger, ik heb op plekken gezeten, daar kwam mijn moeder op zondag langs koffie drinken. En zei, zo gaat het? Ja, zei, nou ja, gaat wel goed. En het was helemaal niks. Niks. Nee. Hij werd helemaal daar buiten gehouden. Mm-hmm. Maar ook buiten de juiste informatie. Maar dat is... En dat is het enige wat je als ouders doet, is liefde geven. Ja. En klappen opvangen. En voor de kinderen zorgen die ook van niks wisten. Dus die wisten ook niet waar hun moeder was. Of... Ja, 70. Dat is niet oké. Nee, is niet oké. En bij jou was er vooral dan, nou ja, boosheid, zeg je, wat ik ook... Of was er ook verdriet? Of, ja, ook. Ja, begon je, ja. Ja. Maar in de eerste... die verdriet, dat werd wel... Toen er in toenemende mate terugvallen waren... Ja. En meerdere klinieken... werd mijn verdriet... ik ben echt op een punt gekomen dat ik op een gegeven moment dacht... ik voel eigenlijk helemaal niks meer. Interesseert me eigenlijk ook niet echt. Ja. Maar het is toch logisch, Saskia, dat op een gegeven moment denk je toch... ik zou dat ook denken van nou, ik ben nou al klaar mee, ja, en nou op sodemieteren. Ja. Ja. Precies wat je zegt, hè, dat niks meer voelen. Dat proces is altijd zo parallel aan degene die verslaving heeft. En die voelt eigenlijk ook, of die wil eigenlijk ook niet voelen. Maar daarmee, als ik het vertaal, is ook wel de liefde en de band die je voelt... ja, die brokkelt gewoon af. Ja. En steeds verder, hoe vaker het misgaat, hoe verder die af... Ja, dus ja, ik begrijp het wel. Het is niet uniek. Nee. Ja. Dus dan heb je het echt over meerdere klinieken en dan weer steeds terugvallen. En hoe kwam jij erachter dat, of jullie, dat ze van toch een terugval was? Zei ze dat? Of nou, was meestal, dat merk je natuurlijk niet meteen de eerste terugval. Maar dan op een gegeven moment, ik kan het zien. Ik merkte aan gedrag. Ik merkte het gewoon aan, ik kon het aan de kleinste dingen bij haar zien en... Ja, zo kan je een voorbeeld geven. Hè? Ja, je zag het aan haar ogen. Inderdaad, met die tas naar het toilet. Of dat ze binnenkwam heel stil. En op een gegeven moment echt heel erg druk werd. Mijn zus werd dan altijd heel druk. Dus cocaïne. Ja. En ook misplaatst druk. Kijk, op een feest waar iedereen... Ja, ja, ja. Naar de muziek, dan snap je het nog. Maar als het een familieverjaardag is, dan is het wel... Ja, doe even normaal, ja. Ja, ja, ja. Of inderdaad, dingen afbellen, niet uit bed komen, gordijnen dicht de hele dag. Ja, dat ging gewoon... Ja. God, met dat ik weet het ook nooit vergeten, was volgens mij een keer met kerst of zo, dat ze ineens ging ze naar het toilet met haar tas. Waarbij ik al dacht, tas mee naar het toilet. Nou, en dan toen dacht ik nog, van, ik laat dat nu los, want ik de hele tijd aan moet gaan denken bij iedereen die met zijn tas naar het toilet gaat. Maar ja, ze komt van het toilet en is helemaal extatisch en zet de muziek hard en gaat dansen. En ja, dat is vrij verdacht in dit geval. Ja. Weet je wel, genoeg. En dan wil ik wil dan ook niet de boel verpesten voor iedereen. Dus dan denk ik zeg niks. Maar... Ja, maar dat wat je nu zegt, hè, dat is natuurlijk, dat is ook wat ernaast te doen. Ik zeg maar niks. Ik wil de boel niet verpesten. Ja. Maar jij verpest de boel toch niet als je er wat. Nee, maar dat vond ik toen nog wel. Ja, familiefeest. Kerstdiner, iedereen blij, mijn zusje van alles af. Die zit dan zogenaamd nuchter te zijn. Ja. Maar tegelijkertijd weet je ook, diep in je hart, dat iedereen dit denkt. Want mijn moeder heeft dat natuurlijk ook al gezien. Ja, ja, dat is wat ze noemen de roze olifant in de kamer. Ja. Dus we zien een heel grote toestand, maar we praten er allemaal niet over. Ja. Ja, en als je het wel doet, dan zeker als iemand onder invloed is, ja, dan wordt het helemaal naar. Ja, dan heb je het zegt, kijk wat je zelf drinkt, of je bent zelf dit, of je doet zelf, of moet je alles verpesten, whatever. Dus dat is helemaal niet het moment ook. Nee, mensen laten zich sowieso wat moeilijk aanspreken, maar mensen met een verslaving al helemaal. Hè, ontkennen, draaien, of jij bent. Ja, jij bent gek. Ja. En inderdaad. Nou ja, goed, en als iemand, dat is ook wel een tip, maar ook wel logisch, als iemand onder invloed is, ga niet proberen een zinnig gesprek te hebben, of dat heeft allemaal geen zin. Nee. Maar ja, het is allemaal wel pijnlijk en lastig. En dit is, nou ja, we zijn al een paar klinieken en een paar jaar verder, denk ik dan. Ja, hè? Ja. Je ging in Amsterdam wonen, ben je toch steeds meer gaan terugtrekken of zelf dingen gaan vermijden? Ja, ik ben dingen wel gaan vermijden. Ik zag mijn ouders vaak, maar toen het op een gegeven moment weer heel slecht ging,
Als ik belde, ging het erover. Dan was weer iets verschrikkelijks gebeurd. Mijn vader is op een gegeven moment volgens mij ook dealers gaan betalen. Ja. En, heeft nog een aanvaring met haar ex-man gehad. En op een gegeven moment dacht ik, mijn ouders gaan hier gewoon aan onderdoor. En dus zo manisch op dat onderwerp allebei. Ja. Dat ik werd daar helemaal gek van. Ik heb dat op een gegeven moment ook tegen haar gezegd. Volgens mij met een app of zo. Oh. En toen kreeg ik, dat is altijd 's nachts, kreeg ik zulke lappen tekst met hoe vreselijk ik was. En ik gaf toch niks om haar. En ja. Dat soort dingen. Ja. Dus ik was er op een gegeven moment echt, echt zo klaar mee. Ja, dat ik hoef daar niks meer over te horen. Ik wil het niet zien. Ik wil het, ja. Het enige wat nog kan, is dat je, dat ze met elkaar gaan zitten. En het liefst met een counselor erbij. Ja. Om dit te gaan oplossen. Want dat hele idee van, dit gaat allemaal niet vanzelf over. En nee. Ik ben wel klaar. Ik ben echt klaar. Als in, ja. Ik hoef hier niets meer mee te maken te hebben. Ja. Nou ja, dat begrijp ik. Dus dat was eigenlijk jouw grens. Was jouw punt dat je eigenlijk zei van, tot hier en niet verder. Ja, en toen zijn we bij Maarten Dammers aan tafel gaan zitten. Ja. En dat was al heel heftig. Want hij, ja, mijn ouders die zagen ineens dat enabling gedrag van henzelf. Ja. Hè? Als jij allerlei schulden gaat afbetalen en alles opvangt en de kinderen mogen het niet weten. En ja, dan ben je de verslaving in stand aan het houden. Ja, ja. Precies. En ja, je moet echt duidelijk zeggen van, als jij hiermee doorgaat, dan sta je on your own. Ja. En toen was ook een moment dat, want mijn zus werd ook gestimuleerd om allerlei verhalen te vertellen wat ze allemaal had gedaan. Dus die had die nacht, was ze naar Alkmaar gereden met kinderen achterin. Kook was te duur, dus het werd al speed of wat voor spul. Dat had ze die nacht gedaan. En toen op een gegeven moment was het een soort afronding. Ik zeg maar, wij gaan dus nu naar weg. En dan gaat zij haar kinderen halen van school. En dan gaat ze dat weer doen. En wij weten dat. En wij zitten hier en we doen niks. Ja. Dat ging gewoon idioot. En dat was het moment dat Maarten ging aansturen op. Van ja, dat is ook idioot. Ja. Dan moet je wel iets doen. Ja. En dat is de kinderen weghalen. En nou ja, dat werd een enorme drama, want mijn zus was natuurlijk boos. En mijn ouders die, jullie, als we de kinderen bij haar weghalen, dan stort ze helemaal in. En wie weet wat ze dan gaat doen. Ik zeg, ja, maar nu zijn die kinderen dus een soort stoplap. Ja, nou ja, het is natuurlijk totaal, kan totaal niet, hè? Nee. Met je kinderen gaan scoren en achterin. Nee. En ik zeg het niet naar Marieke toe, in dit geval je zus, maar ik heb het zelf namelijk ook gedaan. Ja. Ik ben ook gaan scoren met mijn zoontje achterin van 1,5 in de maxi-cosi. Gewoon 3 kwartier in de auto laten zitten. Mm-hmm. Ja, ja, dat is de gekte van verslaving. Ja. Ja. Maar ja, het drama is dan compleet, zeg maar. En hoe reageerden jouw ouders op dat zij geconfronteerd worden met hun faciliteren van de verslaving? Nou, in de eerste instantie vrij geschokt. Mm. En dat hele gesprek ging op een of andere manier heel snel. En daarna is Marieke boos weggelopen en zaten wij allemaal heel geschokt op een terras. Van wat gaat er nu gebeuren? Ja. Want we hebben wel de vader van de kinderen gebeld. Die ging 's avonds school halen. Mijn zus is volgens mij 2 dagen. Heb ik niet kunnen bereiken. Kreeg ik ook nog wel weer zo'n hele nare app van haar. Van dat ik nooit iets om haar en de kinderen had gegeven. En nu net deed alsof bij de. Ja, ja. Maar nou ja, ik was vooral geschokt eigenlijk van het feit dat ik echt daar niets bij voelde. Ik voelde niet boosheid. Ik voelde niet schuld. Ik dacht bij. Ze zal me de rest van het leven haten, maar ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat die kinderen vanavond niet achterin de auto zitten. Ja. Met hun moeder mee gaan scoren of onder invloed. Ja, ja. Ja. Maar dat was wel echt rock bottom voor haar. Ja. Dus daarna. Bij de kinderen, dat je daar bent met Maarten. Ja, dat je eigenlijk alles kwijt bent. Ja. Zij was alles op dat moment kwijt. Ja. Mijn ouders was niets meer te verbloemen, ontkennen, pappen of nat houden. Ja. Het was gewoon. Ja, en precies mensen, dat is wat degene met de verslaving nodig heeft. Ja, ja en dat is het, dat blijft gewoon, hè, dat werk wat ik doe, het allermoeilijkste voor de omgeving. Inderdaad, broers en zussen. En broers en zussen kunnen het over het algemeen iets makkelijker dan ouders vinden het toch moeilijk om echt te zeggen. Ja. Hè,
Als je niet gaat veranderen, wat dan ook, dan stop met elke vorm van faciliteren. Soms communicatie, soms wat dan ook. Ja. Maar we stoppen ermee. Dat is zo lastig. Maar goed, dat hebben jullie toen wel gedaan. En toen? Ja, na een paar dagen ging ze toch overstag. En dat is allemaal bij Maarten gebeurd. Daar was ik niet bij. Nee. Die heeft haar naar het vliegtuig gezet. En ik was nog helemaal niet van, oh, we gaan weer naar een kliniek en nu komt alles goed, hoor. Ik dacht, dat begrijp ik. Naar de zoveelste. Het is een lost case. Ja. Maar wonder boven wonder was dat wel precies het goede. Ja. Want sindsdien is ze clean. Ja, nou, dat is ook dat is ook geweldig. Ja. Maar het is ook precies dat, hè. En het is ook geen garantie, want garanties bestaan er helaas niet in verslavingsland. Maar toch, dat dit wat je hoort is ook wel wat je heel vaak hoort. Hè. Op het moment dat die naasten echt helemaal stoppen met faciliteren, echt de stekker eruit trekken en echt wel met hulp van iemand, want dat lukt je vaak alleen niet. Nee. Hè, dan, bij mij is het ook zo gegaan. Hè, toen mijn moeder en mijn vrouw dat ook deden bij mij. Echt die grens stellen van de deur gaat dicht. Er gaat niks meer betalen. Er is geen opvangcentrum meer hier. Die krijgt geen kansen meer. Het is gewoon nu of nooit. Ja. Nou, toen ben ik het gaan doen. Ja. 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 Maar ja, goed, dan komt ze terug. En dan is het natuurlijk niet... Ja, dan is het... Dan nee, heb je nog ik al was die... vrij lang... toen ze terugkwam, dacht ik niet... Oh, nu is ze voor altijd vanaf. Volgens mij heb ik een... Daarna, nou, ik weet niet hoe lang, maar lang niet gezien. Mm-hmm. Lang niet. Dus je hebt echt wel even dat je dacht van nou, ja, zoek wel, het even uit. Ik kreeg al een, hoe heet zo'n brief, zo'n schadebrief. Ja. En die moesten we ook schrijven en die kreeg ik ook terug. En pas na een jaar of zo gingen we weer voorzichtig koffie drinken. En dacht ik, oh ja, oké. Okay, en dan duurt het nog weer lang, omdat je weer een soort oud zussengevoel. Ik vond het wel mooi, want dat gevoel waar ik was met, het interesseert me niet en ik hoef je nooit meer te zien. Dat is toch iets wat niet blijft. Gelukkig maar. Dus daar ben ik wel van af. Ja. Maar dat ligt natuurlijk ook aan haar stuk. Hè. Zij heeft ook, kijk, als ze blijft zeggen, ja, jij dit en jij dat. Ja, maar je moet misschien toch eens naar jezelf gaan kijken. Ja. Dat is, want dat is wat herstel is en dat heeft ze gedaan. Ja. En voelde jij ook die verandering bij ervan? Nee, maar ze kijkt nu naar haar eigen stuk. Ja, heel erg. Ja. Maar ja, goed, dat helpt. Ja. Ja, maar goed, wat wel zo is, natuurlijk, nadat het traject natuurlijk een paar keer is gelopen. Ja, bedoel, zij wist de taal, beheerste ze als geen ander. Ja. Dus het is voordat je die ook gaat geloven, Je denkt, het is echt. Ja, daar gaat gewoon tijd overheen. Mm-hmm. Ja. Dus een jaar, bij mij heeft het anderhalf jaar geduurd voordat ze. Ik had wel contact met mijn moeder en mijn vrouw, maar ik zat in Amsterdam eerst in een kliniek in een safe house, een soort anti-kraakkamertje. Ja. Maar voordat dat vertrouwen terug is en dat ze weten dat wat je zegt ook dat is wat je doet, er gaat gewoon heel veel tijd overheen. Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk, want al die tijd moet je ook clean blijven. Ja, zij, maar ja, dat is haar taak, hè? Dat is haar proces. Ja. Ja, en je zegt van, we zijn nu gelukkig. Hè, en ik vind het al waanzinnig knap. Altijd toch heel veel bewondering voor als iemand het ook wel lukt. Mm-hmm. Dus heeft dat met twee handen aangepakt en nog steeds. Ja. Maar hoe, en als je bijvoorbeeld naar je ouders kijkt, hoe hebben zij hun herstel daarvan overleefd? Ik denk niet dat ze een jaar geen contact hebben gehad met Marieke. Nee, dat ging vrij snel weer. Ja. En ze hebben nog steeds heel veel contact. En ze zijn nog steeds altijd heel bezorgd. Dus gelukkig heeft mijn zus dat niet meer, die verslaving. Maar ze zijn wel, dat... Nou, ze heeft het niet meer in actieve vorm, hè? Ze is in herstel van haar precies, verslaving. Nee, precies, Ja. Maar je ouders... Maar zij zullen altijd blijven zorgen en zich zorgen blijven maken. Mm. Dat is toch een beetje hun het is gewoon, het zit zo diep, dat is zo lang, hebben ze dat gedaan. Ze zijn toch nog steeds veel mee bezig. Gaat het goed met haar? Terwijl we zijn nu, wat is het, hoe lang zijn nu clean en herstel? Ja, ik zeg steeds 7, maar het zou ook 8 jaar kunnen zijn. Maar volgens mij is het zoiets. Ja. Dus het is toch wel echt wel een tijdje. Ja, zeker. Ja. Dus vind je dat dan, zeg je daar eens wat van tegen je ouders? Van nou, kappen nou. Ja. Ja. Ja, mijn moeder gaat al dingen over mijn zus tegen mij zeggen. Zeg ik, mam, ik heb ook contact met Marieke. Dat wist ik al. Je hoeft niet een soort
postduif te zijn met allerlei informatie. Ja. En ja, dan zeg ik, maak je lekker druk over jezelf en ga leven. En doe, dat doen ze ook wel hoor. Ja. Maar ze zijn gewoon heel erg, ja, zitten er bovenop nog steeds. Dus dat is hun stuk. En ik denk niet dat dat nog gaat veranderen. Ja, bizar is dat eigenlijk. Kijk, ja. Na een half jaar of een jaar begrijp ik het wel. Maar na 7, 8 jaar zou je toch wel zeggen van... nou, nou mag je wel eventjes gaan ontspannen daarin. Ja. En het ook bij haar laten. Ja. Want dat is het herstel van de omgeving. Dat je die verslaving ook laat waar die hoort. Ja. En dat is niet bij jullie in huis, maar bij diegene met de verslaving. Ja. Maar ja. Ja, dat, maar dat ze, ik weet niet of ze dat ooit anders gaan doen. Voor ouders is dat gewoon heel ingewikkeld. Ja, ja. Ja, en ik denk dat ze los van... ze hebben zich al van jongs af aan meer zorgen om haar gemaakt. Ja. Dat krijg je er niet zomaar uit. Nee, dat zal wel, ze hadden het goed voor voelt waarschijnlijk. Nou ja, dat voelen soms ouders. Ja. Hè? Van, oh, deze moet ik wel uitkijken. Ja, ja. 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 Ja, ze dachten in het begin altijd bij mij, qua drank en drugs, maar dat... Nee, jij bent een gewone uitganer en een gewoon feestje, maar niet... Nee, je valt echt in een andere categorie. Ja. 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 En hoe is het contact door de jaren heen met haar, met tussen jou en haar hersteld, zeg maar? Nou, ik denk niet dat ooit weer... Niet de droom van mijn moeder, dat wij elkaar 4 keer per dag bellen, hebben we niet. Maar we hebben wel een goede relatie en we kunnen ook weer lachen om dingen. Ja. In het begin heb je ook altijd nog een beetje een iebelig ding van... Oh, ik ga niet vertellen dat ik uit ben geweest. Of, ja, ja. Rekening houden met. Rekening houden. En nou ja, dat is ook allemaal niet meer. Nee. Maar jij mag nog wel gewoon drinken. Ja, want jij hebt geen verslaving. Ja. Ja. Ja, nou het voelt nog steeds wel altijd een beetje... zijn we daar wel allemaal heel bewust van als zij erbij is. Maar dat is misschien ook wel logisch. Ja, natuurlijk is dat logisch, want voor haar is het... nou ja, grote consequenties. Ja. Ja. Maar ze toch nog rekening houden met wat je wel niet kan zeggen of doen of tegen haar? Nee, dat is niet meer. Dat was wel in het begin, maar dat is helemaal niet meer. Nee, okay. We kunnen er ook wel grappen over maken of herinneringen ophalen. Of, of juist weer... dat vind ik altijd wel mooi van haar. Of als mijn ouders zijn van oudere generatie en die hebben... Die hebben alcohol vinden ze gewoon eigenlijk normaal. Ja. Dus eigenlijk het verslaafd zijn aan alcohol... Dit is een moeilijke discussie. Want zij zien dat niet zo? Of ze vinden nou, dat, ze zien wel dat mijn zus verslaafd was. Maar er is natuurlijk zo'n cultus om drang. Ja. Waar ik zelf ook aan meedoe in die zin dat ik drink. En, dus bedoelen ze dan van... Nou, ze moet eigenlijk ook wel weer eens kunnen drinken of zo? Of een drankje? Nee, daar zijn ze nu wel van af. Maar nu is haar zoon 18 geworden. En die mag dan drinken. En die doet dat... best veel, wat niet meteen zorgwekkend is. Maar ik snap dat Marieke zich daar wel zorgen om maakt. Ja. En dan zeggen dat wordt zo gerelativeerd van, dit is normaal, laat de jongen en eindelijk. En hij wordt heel ander jongen en hij is veel blijer en opener. Mm. En dan denk ik, dan zijn mijn zus en ik het wel met elkaar eens van, dat zeiden we toen ook. Zeiden toen ook van Marieke, toen ze lekker loskwam. Ja. Dus ik vind, je hoeft niet meteen aan de alarmbel te hangen. Nee. Omdat die jongen een paar maanden biertjes drinkt. Maar ik snap wel haar zorgen. Ja, begrijp ik ook. En ik ben ook wel door haar gaan zien dat, dat we eigenlijk allemaal een problematische relatie met alcohol hebben. Ondanks dat ik dol ben op mijn glas wijn. Ja. Ik niet denk, ik ga stoppen met drinken of ik moet daar allerlei in therapie voor of zo. Maar het is wel... gek dat we het zo normaal vinden, terwijl we drugs zo eng vinden. Nou, dat is... ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar dat is natuurlijk juist de laatste tijd laatste jaren ook heel erg normaal geworden, hè, drugsgebruik. Ja. Zeker, ja. Nou ja, weet je, zeg maar in mijn tijd of begonnen in de jaren 80 was bijvoorbeeld cocaïne echt een middel voor de jet set en de filmsterren enzovoort. Ja. Nou, dat is het al lang niet meer. Nee. Dat is echt gewoon echt normaal geworden. Ja. Ja. Overal, of je nou in de bouw werkt of kinderen die uitgaan ook. Dus plus alle nieuwe drugs die er zijn en steeds jonger. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt en dat zit voor mij ook, denk ik, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, in het stuk van...
gewoon dat alcohol gelegaliseerd is. Ja, dat precies. Overal te verkrijgen is. Dat er schitterende reclames voor zijn. Dat het erbij hoort, tussen aanhalingstekens. En ik ben ook niet van een kerk die zegt dat dat niet zo is. Maar er zit een groot gevaar in. Mm-hmm. Het is gewoon echt een serieus middel. Het is eigenlijk harddrugs, toch? Ja. En dat wordt gewoon over het hoofd gezien. Ik zag toevallig vanochtend even heel snel 1 seconde televisie aan gehad. Dat er nu een soort campagne was met. Het ging dan over relaties tot kanker. Alcohol staat in relatie tot 7 vormen van kanker die je kan ontwikkelen door het regelmatig drinken. Niet om zorgen te maken, Saskia. Maar dat duurt heel lang voordat dat gaat veranderen. En met drugs is het natuurlijk illegaal en alles eromheen en de criminaliteit. Dus dat. Maar voor veel mensen trekken ook zich daar hun schouders over op. Maar goed, dat was even een zijstapje. Ja. Maar dus het blijft, het is ook nooit zo, en dat is altijd met dit, dat je kan ook nooit zeggen, nou, dat hebben we nou gehad. Net als een ziekte waar je echt van genezen bent. Nou is het over, het boek is dicht. Dus het blijft dat blijft gewoon een rol spelen in jullie leven. Ja, dat hoor ik je wel zeggen. Ja, dat is zeker waar, ja. Ja, ja. Hey, ik vroeg me even af, heb jij nog iets, komt dat eigenlijk in een van jouw boeken nog terug? Niet zozeer over je zus, maar gewoon het fenomeen gebruiken. Nou, middelen. Huidpijn zit een zus. Dat schreef ik toen zij net uit de laatste kliniek was. Ja. Dus daar zit een zus in die heel erg. Daar zit dit wel in, ja. Ja. Met een en ik heb koorts, dat gaat ook eigenlijk over drugs. Party scene. Maar echt niet als basisprobleem van een. Nee. Maar goed, als je goed mijn boeken leest, zitten er heel veel alcoholisten. Ja. Heel veel gedronken. Ja. Laat zei iemand dat ook nog als kritiek van waarom ook in de nazaten weer. Ja. Je laatste boek. Ja. Waarom en er wordt zoveel gedronken en dan gaan ze ook nog roken. Ik zeg, dat is natuurlijk expres gedaan, omdat je, wat jij nu opvalt, dat moet je ook opvallen. Dat je dat mensen erover gaan nadenken. Bij ieder probleem wordt er een fles opengescheurd. Ja. Of als iemand weer besluit na 20 jaar weer een sigaret op te steken. Dat zegt ook iets over de gemoedstoestand. Ja. Dat is niet omdat ik dat promoot. Dat is omdat je dan de mate van wanhoop eigenlijk laat zien. En je ziet hoe mensen erbij omgaan. Hè. Het is natuurlijk. En alcohol en drugs en andere dingen zijn natuurlijk de snelle oplossing voor emotionele problemen. Ja. En als we het allemaal zo doen, dat is natuurlijk heel zwart-wit allemaal, maar dan is het toch normaal. Dus maar jij doet het juist expres om wel te laten zien van denk daar eens over na of dat zo gaan. Nou ja, hoe makkelijk dat gaat. En ik ben niet heiliger dan ik. Nee. Als ik een rotdag heb gehad, wil ik ook een glas wijn. Ja. Ik probeer wel in mijn eentje. Ik drink eigenlijk nooit. Ik ben echt niet verslaafd. Want mijn zus was laatst bij mij en ik heb zo'n heel drankenkabinet. Ja. Als je een alcoholverslaving had gehad, waren die flessen niet al 3 jaar lang. Ja. Die staan daar gewoon. Nou ja, een verslaving is natuurlijk de zo komt het ook niet over. Jij bent iemand die gewoon. Ja, dat noem je eigenlijk een gebruiker. Je gebruikt het alcohol. Maar verslaving is natuurlijk iets waar je eigenlijk controleverlies bij laat. Dus ondervindt waar dus te veel drinkt of gebruikt of gamet of gokt of zo. Ten koste van allemaal negatieve dingen in je leven. Ja. Dus inderdaad wat je zei, niet opstaan, werk afzeggen, kinderen, toestanden. Ja. Het gaat allemaal mis. En toch ga je ermee door. Mm-hmm. Maar pogingen om te stoppen lukken ook niet. Nee. Dan heb je het over een verslaving. Ja. Als je dat controleverlies niet hebt. En je kan ook nee zeggen en er zit een rem op en je leven gaat gewoon door. Ja. Maar het is ook weer een schemergebied. Hè? Ik denk bij jou dat zeker niet zo is. Ja, ik vind dat wel ingewikkeld. Want ik merk wel soms in relaties dat ook mensen die niet per se verslaafd zijn. Ik ken ook wel mensen die gewoon een hele nare dronk hebben. Ja, die zeker. Steeds weer, niet iedere dag, maar al is het 1 keer per half jaar. Maar dat probeer ik ze dan wel eens uitleggen. Ik voel me daar meteen onveilig bij. En dat is niet onveilig dat ik bang ben dat ze in elkaar gaan slaan. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar dat doet me zo aan mijn zus denken. Dat je denkt, wij zijn leuke vrienden. En in één keer dan slaat er iets om. Ja. En dan komt er een soort duivel naar boven. Ja, dat vind ik heel...
Dat is dan niet een verslaving, maar ik zou zelf dat niet willen. Ja. Als mensen dat tegen mij zouden zeggen, zou ik wel denken... Nou ja, of je het is in ieder geval, het is niet fijn. En het doet iets met mensen. En ik denk dat dat een heel goed punt is. Dat er heel erg wordt onderschat door heel veel mensen. Dat alles heeft gewoon een prijskaartje. En of dat nou alcohol of drugs. Dus alles wat je doet heeft een werking op je geest, op je mind. En bij sommige mensen gebeurt er niet zoveel. Of die doen dat 4 keer per jaar of wat dan ook. Hè, met een pilletje of wat dan ook. Ik ben er geen voorstander van, maar toe. Maar heel veel mensen veranderen er ook van. Mm-hmm. En dat wordt heel erg onderschat. Ja. En zeker alcohol. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet alcoholist zijn in de zin zoals de klassieke, maar die wel heel veel drinken. Ja. En het heeft gewoon een impact. Ja. Ook op je gedrag. Ja. Ja. Ja, dat irriteert mij wel dus. Ja, nou ja, je hebt ook de andere kant natuurlijk gezien. Ja, precies. Ik denk dat ik daarom extra gevoelig voor ben. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Nou ja, Saskia, ik vind het wel heel moedig ook dat je zo open hierover verteld hebt. Want het is voor alle mensen die kijken gewoon heel zinvol om... Dit is zo herkenbaar, weet je wel. Wat jij meemaakt, het maken zoveel mensen mee. En ik heb niet zo heel veel zussen en broers gehad. Dus en jij bent een hele bekende zus, dus het is heel fijn. Dus dank je wel, Saskia, voor het delen hierover. Ja. En ik hoop mensen dat jullie, wat Saskia vertelt, dat je dat meeneemt. En als je dat herkent, ga er wat mee doen. En ga niet, wat jij vertelt, dat zelf thuis dokteren proberen op te lossen. Pappen en natte, het werkt echt niet. Nee. Dus ga echt stappen ondernemen en zoek goede hulp. Dus dank je wel voor het komen en voor het delen. En mensen, dank je wel voor het kijken, het luisteren. En deel ook deze met andere mensen waarvan je denkt, die kunnen dit goed gebruiken. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag de volgende keer in deze podcast. Dank je wel.